En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tijdens de avond en nacht wordt het plaatselijk tijdelijk bewolkt, waarbij er perioden zullen voorkomen met buien. Aan het einde van de nacht kan er nevel of mist ontstaan, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen blijft het overwegend droog, maar zullen er, vooral in de middag, enkele lokale buien vallen. De meteorologische dienst waarschuwt dat de gevoelstemperatuur morgen kan oplopen tot maar liefst 38 graden. Het advies is om voor voldoende verkoeling en hydratatie te zorgen.